Er is al veel gezegd over abortus, maar toch nog dit. Extreemrechtse, ultraconservatieve rechters hebben in het land van de vrijheid Amerika beslist over abortus. En ook al is dat ver over de oceaan gebeurd, toch moeten we erop letten dat we hier in België niet dezelfde kant op gaan. U weet ondertussen al dat Tom van Grieken beste vriendjes is met Viktor Orbán, baas in Hongarije, een Poetin-vriend en die zelfs illegaal geld gebruikte om Europese campagne te voeren tegen abortus. Maar ook dichter bij huis. Bert Dekkers van het Vlaams Belang zei dat hij tegen elke vorm van abortus is. Dat schreef hij in zijn flyer. Elke vorm van abortus, Bert? Ook vrouw die verkracht wordt, blijkbaar. Degoutant. En ook Stefan Sintobin van het Vlaams Belang, die was super content met de beslissing van het Hooggerechtshof. Hij noemde het een goede zaak. Degoutant, mannetjes. Gewoon degoutant. Laat vrouwen eerst zelf beslissen. En twee, ik zal er met vooruit alles aan doen, zodat we deze ultraconservatieve, extreemrechtse mannetjes kunnen tegenhouden in ons land.